Hey iedereen, welkom terug. Vandaag zullen we kijken naar smelten en smeltdiagrammen. Dit is deel 1 en behoort tot warmte. Dit is dan bestemd voor module 3. Het overzicht ziet er als volgt uit. We zullen eerst beginnen met een herhaling. Daarna kijken we even naar smelt- en stalpunten. Vervolgens het smeltproces. En als laatst kijken we naar smeltwarmte. Smelten. Die is een faseovergang of een faseverandering, waarbij een voorwerp van de vaste fase gaat naar de vloeibare fase. Het omgekeerde daarvan heet stollen. Stollen is de faseovergang of faseverandering waarbij een vloeibare stof of een vloeistof gaat naar de vaste toestand, oftewel een vaste stof. En bij deze faseovergang komt warmte vrij. Dus zowel bij smelten als stallen hebben we te maken met warmte. Warmte die kennen we als een vorm van energie en drukken we deze uit in Joule. Het symbool voor warmte dat is Q, en we hebben een formule om de warmte te berekenen en die luidt als volgt. Q is gelijk aan m maal c maal delta t. Q. Dat is de warmte of de toegevoegde warmte m. Kleine m, dat is de massa. C, kleine letter c, dat is de soortelijke warmte van de stof. En delta t, dat is dan de temperatuurstijging. De smelt- en stolpunten. Wat is een smeltpunt? Het smeltpunt, afgekort tm, is de temperatuur waar een vaste stof begint te smelten. Een voorbeeld daarvan is het smeltpunt van ijs en deze is 0 graden Celsius. Dit houdt in dat wanneer ijs een temperatuur van 0 graden Celsius bereikt, deze begint te smelten. Het stalpunt, afgekort Ts, is de temperatuur waar een vloeistof begint te stollen. Zo zie je dus het smeltpunt. Temperatuur waar een vaste stof begint te smelten, en stalpunt temperatuur waar een vloeistof begint te stollen En het voorbeeld van een stalpunt is het stalpunt van water die eveneens 0 graden Celsius is. En dan moet je afvragen. Hmm, en dan moet je afvragen van hmm, ik zie smeltpunt van ijs, 0 graden Celsius. En stalpunt van water is dus 0 graden Celsius. En dat is omdat ze eenzelfde stof zijn. Bij eenzelfde stof is zowel het smeltpunt als het stalpunt hetzelfde. Het smeltproces. Bij het smeltproces is het smeltpunt heel belangrijk, omdat hier een vaste stof begint te smelten. Als we bijvoorbeeld ijs nemen en deze heeft een temperatuur van 0 graden Celsius en lager, en we het smeltpunt van ijs ook noteren, dat is 0 graden Celsius dan kunnen we hiervan het smeltproces opstellen. Ik begin dan met ijs bij een temperatuur van negatief 10 graden Celsius. Het is in de vaste vorm. Het smeltpunt van ijs is 0 graden Celsius. Dat wil zeggen, pas wanneer ijs temperatuur van 0 graden Celsius bereikt, begint hij te smelten. Dus wat wij moeten doen met het ijs van negatief 10 graden Celsius, is verwarmen. We gaan verwarmen en dit heeft als gevolg dat de temperatuur zal stijgen. Hierdoor krijg je dat langzamerhand de temperatuur 0 graden Celsius bereikt en het ijs gaat smelten. Het smelten van ijs gaat door en uiteindelijk heb je alleen maar waterdruppels over. Er is één ding waarop je moet letten en dat is namelijk de temperatuur van het ijs bij het smelten. Hier zie je dat hij. De temperatuur van 0 graden Celsius heeft bereikt bij het verwarmen. Maar gedurende het proces, totdat alles is gesmolten, blijft de temperatuur van het ijs en het water op 0 graden Celsius. Dit is heel belangrijk om te onthouden, omdat wij later met diagrammen zullen werken en de diagrammen zullen hiervan afhankelijk zijn. Bij het smeltproces daarnet hebben we eigenlijk twee fases gekend. De eerste fase is waar wij het ijs gaan verwarmen. Want het ijs is negatief 10 graden Celsius. En pas bij 0 graden Celsius gaat hij smelten. Dus we moeten daar verwarmen. En het volgende proces vanaf de temperatuur is bereikt, is het smeltproces, of gewoon het smelten. We gaan nu kijken naar smeltpunten en fasen. Hier heb ik twee schema's aangegeven. En in het eerste schema heb je de stof en het smeltpunt. Hier heb je dus koper en die heeft een smeltpunt van 1084 graden Celsius. Dat wil zeggen dat koper pas smelt wanneer de temperatuur daarvan 1084 graden Celsius is. Ik heb verder ook aluminium, kaarsvet, ijs, plastic, allemaal met hun eigen smeltpunt. Want niet elke stof smelt bij dezelfde temperatuur. In het tweede schema heb ik dan de stof met de temperaturen weergegeven. Dit is niet het smeltpunt, maar zijn temperaturen waarin het stof verkeert. Dus mijn vraag is nu: als ik de smeltpunten van de stoffen kent en ook de temperatuur van de stoffen, kan ik nagaan of de stof in vaste vorm of in vloeibare vorm bevindt. Hoe zou ik dat kunnen achterhalen? Het smeltpunt, TM, is nogmaals de temperatuur waarin vaste stof begint te smelten. En dus als we een temperatuur hebben. Dat groter is dan het smeltpunt, dus je temperatuur is hoger dan je smeltpunt, dan is je stof in de vloeibare fase. Het is een vloeistof. Indien de temperatuur kleiner is dan je smeltpunt, dan ben je in de vaste stof. Hier ga je nog moeten verwarmen om te laten smelten. Dus hij is nog in vaste vorm. Dus aan de hand hiervan gaan we nu kijken. Of de stoffen met deze temperaturen in de vaste of vloeibare fase bevinden. We starten dan met koper. Hier zie je dat koper 900 graden Celsius heeft. En het smeltpunt van koper is 1084. Dus T is kleiner dan Tm, het smeltpunt. En dat geeft aan dat we een vaste stof hebben. Bij het tweede hebben we T is groter dan Tm. En dat is dus een Vloeistof. C400 is groter dan 660, dus hij is in vloeibare fase. Zo ook bij kaarsvet. Kaarsvet heeft een smeltpunt van 50 graden Celsius. En je kaarsvet is op 60 graden Celsius. Dat geeft aan T is groter dan Tm, dus vloeistof. IJs, 3 graden Celsius. En smeltpunt is 0, is hoger. Dus ook een vloeistof. In dit geval is het dus water. En plastic is. Hier is je t kleiner dan tm. En dus krijg je een vaste stof. We gaan nu kijken naar smeltwarmte. Omdat we te maken hebben met warmte en smelten, is er iets dat heel belangrijk is, en dat is namelijk smeltwarmte. Wat is smeltwarmte? Smeltwarmte is de warmte die nodig is om 1 kg van een stof volledig bij zijn smeltpunt te laten smelten. Het smeltwarmte Verschilt van stof tot stof. Het is een stofeigenschap. en elke stof. En elke stof verschilt in de mate waarop ze smelten. Sommige stoffen heb je meer warmte nodig, terwijl sommige stoffen minder warmte nodig hebben om te smelten. Als ik bijvoorbeeld het smeltwarmte van ijs neem, dat is gelijk aan 334 kilojoules per kilogram, dan wil dat zeggen om 1 kilogram ijs. Bij zijn smeltpunt volledig te laten smelten is er 334 kilojoules aan warmte nodig. Dus zoveel warmte moet je toevoegen aan 1 kg ijs om die volledig te laten smelten. In de volgende les zullen we kijken hoe de smeltwarmte past in formules om warmte uit te rekenen.